Wij zijn Open Knowledge Belgium, een non-profit organisatie die bezig is met het promoten van open kennis en open data. In België zijn wij een koepelorganisatie die verschillende projecten en werkgroepen hebben rond open kennis en open data. En we zouden jullie kort twee verschillende projecten willen laten zien waar we aan werken. Tony, jij kan misschien Influence Air voorstellen. Ja, Influence Air heeft eigenlijk een beetje als doel om luchtkwaliteit duidelijk te maken aan mensen. Als mensen zijn we niet in staat om luchtkwaliteit te proeven, te voelen. Dus daarom hebben wij simpele sensoren gemaakt waarbij mensen eigenlijk zelf kunnen gaan meten en zelf een idee hebben wat de dagelijkse luchtkwaliteit is. Mm-hmm. En vandaar dat we ondertussen een aantal sensoren hebben Dit is de sensor? Dit is de sensor. En waar plaats je dat? Mensen hangen die voor hun huis, aan de straatkant, liefst. Ja. Okay. En die hebben ze hier kunnen bouwen. Ja. Het resultaat is nu dat alles perfect is. Het is een burgergedreven initiatief. Burgergedreven initiatief waarbij burgers zelf de sensoren in elkaar hebben gemaakt. We hebben vorige week een evenement georganiseerd in B-Central met 100 burgers met verschillende achtergronden. Die sensoren zijn komen bouwen, die dan naar huis zijn gegaan en zelf die sensoren hebben opgehangen. Nu, jullie hebben een netwerk van sensoren overal in Brussel bijvoorbeeld. Of misschien, niet alleen in Brussel, oké. Ja. En er is in real time een evaluatie van wat de situatie is, wat die betreft. En zo willen we eigenlijk een feitengedreven insteek geven aan luchtkwaliteit, dat afgezien van alle emotie daar rond, om in kaart te brengen van wat is de luchtkwaliteit nu in werkelijkheid. En wat is de situatie? Wat de luchtkwaliteit? Kun je een voorbeeld geven van een dag waar de kwaliteit slecht was? Nee, we kunnen nog niet hier nu live teruggaan. Oké, dit is vandaag. Dit is nu. Ja. Oké. Okay. Dus als je kijkt, het is overal goed eigenlijk. Ja. De windstraat ook? Ja. Maar het is opvallend als je kijkt naar als er iemand een barbecue aan het doen is of iemand die aan het verbranden, dan kan je dat duidelijk zien in de data dat er een piek is in de fijnstof die toen is. Die gegevens, want dat is het punt van open data, die gegevens zijn vrij beschikbaar. Ja, beschikbaar. En dus iedereen kan die data gaan gebruiken. Ja. Maar er zijn geen archieven, dus dat is enkel wat die gaan er komen. Maar dat is voor data-analyse, die kunnen nog niet live. Ah ja, dat is niet. Oké. En daar proberen we echt de best practices in open data naar voren te schuiven. Ja. En zo zijn we dan ook naar de volgende stap aan het kijken van hoe kunnen we, afgezien van de 100 mensen die sensoren maken, hoe kunnen we die groep beter gaan maken, dat mensen meer bewustzijn rond luchtkwaliteit gaan hebben. En is er iemand van onze community die dit toestel heeft gemaakt, dat eigenlijk een real-time inzicht geeft in wat de luchtkwaliteit nu is. En dan kan je gaan kijken van wat is de fijnstof waar? Oké, het heeft elektriciteit nodig. Hè. Ja. Je gaat er gewoon aan de muur hangen buiten ofzo. Ja, dat is gewoon. Ja. Op jouw bureau of zo. Ja. En zouden we eigenlijk data stories kunnen gaan maken rond luchtkwaliteit? Interessant. Super interessant. Ja.